Goede zaterdagmiddag. Ik ben hier met Atos en die is al mooi gepoetst en die staat nog even met de flexnip op. Die moet nog een klein stukje. Atos gebruikt hem nu ook al een tijdje bij en dat gaat hartstikke goed. Hij was natuurlijk best wel dat hij een beetje, ja, dat ik dacht poepoe. Het duurt wel lang voordat je in conditie komt. Dus ik denk misschien heeft hij ook daar een beetje last mee met zijn luchtwegen. En ik moet zeggen, het gaat echt hartstikke goed. Hij gaat ook echt in de training ontzettend vooruit qua uithoudingsvermogen. Dus ja, ik denk zeker dat dit enorm bijdraagt. Dus daar blijven we lekker mee doorgaan. En ik hou jullie daar natuurlijk van op de hoogte. Ik ga hem eventjes lekker rijden. Want hij was natuurlijk van de week dat hij was geënt. En ik heb hem daarom maar even gewoon wat vrijgegeven. Dus hij heeft lekker aan de logeerlijn gehobbeld. Heeft in de molen gestaan. Hij heeft lekker losgestaan. Dus ik denk dat het nu tijd is om weer aan de gang te gaan. Oh, schatje toe. Nou, daar gaan we. Het weer is een klein beetje tot bedaren gekomen. Let's go! Maak je lang. Goed zo. En weer. Maak recht. Oké, ik heb dus tussen mijn lessen door altijd even tijd gepland dat ik even kan gaan zitten en even een bakkie kan doen. Nu is dit aan de hand. Het is echt, echt. En weer. Het is zondagmiddag en tijd om lekker mijn vriendinnetje te gaan rijden. Het stormweer van gisteren is gelukkig een beetje gaan liggen. Nou, eigenlijk wel heel erg, want het regent nu helemaal niet en het is zelfs een lekker zonnetje. Ik ga lekker Justy rijden. We hebben echt super lekker gereden. Vandaag was een beetje een balans, ontspannen dagje. Dus we hebben lekker geprobeerd lang en laag te rijden. En ik heb een half uur heerlijk gereden. Maar aan het eind had ik eigenlijk ook nog wel in de ontspanning twee niet perfecte wissels. Maar wel wissels zonder veel spanning. Daar was ik heel blij mee. Hoi, superleuk dat je erbij bent. We gaan beginnen op de maandag. En ik ga lekker Just rijden. Ik ben haar nu wat Lucerne aan het laten eten. Zodat ze natuurlijk een lekker vol buikje heeft. Met ruwvoer als we gaan rijden. Ze is al opgezadeld. Ik hoef alleen haar hoofdstelletje nog in. En dan zie ik jullie in de bak. We hebben hartstikke lekker gereden. Jussie is nu lekker haar biks aan het opeten. Ik heb tijdens het rijden niet het rijden zelf kunnen filmen. Maar ik heb jullie een kleine blik vanaf haar rug gegeven. Ik ga even het samenruimspulletjes opruimen. En dan ga ik Just even onder de warme kraan doen. Want morgen gaan we op les. Ik heb Just gewassen voor de les van morgen. Zij staat nu lekker onder de therapiedeken van Bukas. Zodat ze morgen helemaal lekker los is in haar spieren. Ik ga nu lekker naar huis eten. En dan zie ik jullie morgen. Dag. Het is dinsdag. En ik ga Just en Cas inladen in de auto. Ik heb nog even mijn cap. Die had ik nog niet. Wat gaan we doen? Ik ga met Just lessen. En Cas die gaat eventjes langs de kliniek. Om een plekje nader te onderzoeken die vorige week de osteopaat had geconstateerd. Felicia is Cashmere aan het klaarmaken en ik ga Just pakken. Nou, Justy is er klaar voor. Die heeft ook haar beschermertjes lekker om. Het is vandaag ook de eerste dag dat ze in het wagentje gaat. Dus ik hoop dat ze er zo in loopt. Kom maar, meisje. Goed zo, jongen. Kaasje staat erin. Jussie staat erin. Voor Jussie is het echt de allereerste keer in een wagentje. Cashmere heeft wel bij zijn fokker al in een wagentje gestaan. Dus ik ben heel benieuwd naar gaan. Nou, we zijn aangekomen. Het wagentje staat hier. Ze waren heel lief onderweg. Jussie was wel echt een beetje op zoek naar haar balans. Ik ga hem even aanmelden en dan kijken hoe het verder gaat. Ze zijn met Cashmere nog even bezig.
Gust heeft in de tussentijd even op stal mogen staan. Dus die ga ik nu opstallen voor de les. De les met Just ging echt mega goed. Ze moet wel nog veel sterker worden, maar dat is altijd. Hè. Ze is nog maar 7 jaar, dus daar hebben we nog alle tijd voor. Goede dinsdagmiddag. Ik heb de hele ochtend met Jolie in het ziekenhuis gezeten voor haar ogen. Eén keer per jaar krijgt ze zo'n lange afspraak. Krijgt ze druppeltjes en dingetjes en dan om te kijken of het allemaal nog goed is. Haar ogen waren ietsjes verslechterd, maar het zag er verder allemaal super goed uit. Dus daar super blij mee. Alleen dan ben ik natuurlijk alles thuis vergeten. Dus nu kan ik naar huis nog weer om mijn laarzen op te halen en alles. Nu heb ik dus wel rijlaarzen, maar nu heb ik geen zadel. Kom. Dani heeft dus uitgevonden dat mijn super fantastisch heerlijke Amerigo zadel ook goed ligt op Just. Dus die heeft het zadel meegenomen naar de les. Dus toen dacht ik ga zonder zadel. Maar Atos die is fit, dus ik ben hem eerst eventjes... Kom maar. Beetje zo aan het longeren. En dan hoop ik dat ik zo meteen de moed vind om er zonder zadel op te stappen. Oh, ciao. Nou, ik zit dus ondertussen. Ik had eerst gewoon zonder zadel gegaan, maar dat was een hele schuifbende. Dus ik heb nu een van de pet geleend en het zit wel lekker. Dus ik ga dat werkelijk nog wel doen. So, let's go. I survived. Het ging gewoon nog een soort best wel goed of zo. Ik had ook zelfs nog gegalopeerd. Nou, dat gaan we vaker doen, denk ik. Ik vond het ook serieus wel een soort leuk. Ik ga nu even een aantal paarden van andere mensen rijden en dan zit de dag er denk ik alweer op. En dan zie ik je denk ik morgen weer. Kijk eens wie er weer terug is. Kevin! Dat zonder zadel rijden, dat voel ik wel. Mijn vriend is weer terug op stal. Nieuws was een beetje zo. Nou ja, het is niet slecht natuurlijk, maar er was daadwerkelijk wel iets te zien op de scan. Dus er is daadwerkelijk wel het verschil tussen links en rechts te zien. Dan in de spier. Geen ontsteking. Hij krijgt nu even een klein beetje pijnmedicatie. En nu 2 weken om de dag longeren en dan weer terug. De dierarts denkt niet dat het iets ernstigs is, maar beter safe than sorry. Dus we gaan hem daar wel even voor behandelen. Nou, ooit rijden wij die Grand Prix in Cas. Ooit. Hij is blij dat hij weer thuis is. Hij is lekker aan het drinken. Dus nou, ik ben wel blij ermee. Voor hetzelfde gaat zitten echt iets dikke ontsteking. Hij was er nu ook verder niet echt pijnlijk op. Dus ja, nou ja, blij mee wel. Nu ga ik naar huis. Het is vandaag woensdag. We hebben gisteren hartstikke hard gewerkt. Dus we doen vandaag lekker een ontspannen rondje. Just heeft gisteren in de les hartstikke hard gewerkt. Dus we werken thuis een beetje met de hard day, easy day systeem. Dus gisteren hard gewerkt. Vandaag even lekker de spierpijn eruit lopen aan de lontje. En dan morgen weer aan het werk. Zullen we? Nee? Echt wel? Nou, kom, we gaan weer wat doen. En natuurlijk altijd eventjes lekker naknuffelen. Ik hoop altijd dat Just misschien even wil rollen. Maar Just vindt het veel interessanter bij mij. Dus we gaan altijd samen lekker uitstappen. Ik wil dat ze lekker even gaat rollen, maar ze gaat veel liever bij me staan en samen knuffelen. En soms dan gaat ze zelfs zoveel aandacht vragen dat ze pootjes gaat geven. Beetje beter eigenlijk denk ik gewoon. Wat vind je ervan? Baba! En kriebelen hè? Onder je kin, dat is het lekkerst. Kind kriebelen. Jessie staat weer lekker op stal. Die is ondertussen haar hooi lekker aan het eten. En ze heeft haar stalbandagetje om haar schiffel te beschermen. Helemaal klaar weer voor vandaag. Ik ga lekker naar huis toe. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. Het is vandaag echt mega winderig. Echt niet te doen. Je waait gewoon weg buiten. Even de haren los, dan kan hij lekker zo meteen zijn haren door de wind. Atos is gisteren ingeënt voor Rino. Hij heeft zijn 2e enting gehad. Zij is al een keertje ingeënt, daar reageerde hij verder niet op. Maar ondanks dat ze natuurlijk zeggen van je mag ook gewoon rijden na de enting, doe ik toch altijd wel een klein beetje rustig aan. Dus ik ga hem wel gewoon even rijden en dan niet zo
niet zo bijzonder. Dus gewoon even een beetje chill. En ja, dat gaan we doen. Klaar met het rijden van Athos. En een lekker steekje op mijn hoofd zie ik. Ik ben heel snel gestopt, want hij voelde heel erg fit. Maar ik denk dat dat een beetje kwam door de wind. En verder was hij gewoon niet, als ik been gaf, reageerde hij niet. En dan gaf ik hem een tikje, toen gaf hij daar zelfs een beetje een bokje op. Dat ik dacht, oké, dit is niet Athos. Ik ga lekker uitstappen. En dat hebben we gedaan. Oké, ik ben wel een beetje moe van de wind. Nou, dit is dan wel een beetje een dingetje, want het is ondertussen spiegelbeeld, maar het is 2:30. En dan kom ik erachter dat ik alleen nog maar ontbeten heb. En dat vind ik wel echt heel lastig om te veranderen, want ik eet eigenlijk soort de hele dag niks. En dan heb ik op een gegeven moment zo'n honger dat ik ook soort niet meer vol zit. Hè? Dus dat je echt gewoon, ja, dat is even een struggle van mij. Dat wil ik even met jullie delen. Misschien hebben jullie tips om het beter te doen. Nou, het is ook, ik wil gewoon dan heel gezond eten. Waardoor ik dan eigenlijk niet weet wat ik moet eten. Struggles. Struggles. Ik moet dit verbeteren. Ik ga dit verbeteren. Ik heb me ondertussen weer omgekleed. Want we zitten natuurlijk de hele dag in de grote verkleedshow. Ik ga Jolie nu weer ophalen van school. En dan kom ik weer naar stal. En dan kleed ik me uiteraard weer om. Zo, let's go. Oh ja. En ik heb tegenwoordig een rugtas. Waar al mijn spullen in zitten. Ja. Iedereen lacht mij helemaal uit dat ik met een rugtas rondloop. Maar... ik krijg in ieder geval geen pijn meer in mijn schouder van alle spullen die ik mee moet sjouwen. Oké, let's go. Ik ben natuurlijk uiteraard alweer veel te laat. Zo, goeie avond. Het is donderdagavond en wij gaan zo lekker springen bij Daan. Dus ik ga er nu even opzadelen en dan gaan wij springen. Blijf er nou zo af. Nou, Sarah! Ik heb bij Sarah aangekleed. Nou moet ik nog even een paar spulletjes op. En dan ben ik er in ieder geval klaar voor. Of zij er klaar voor is, dat gaan we zo zien. We zijn al een tijdje met mijn Sarah aan het springen. En dat gaat hartstikke goed. Het ging zo goed zelfs dat we laatst ook met haar zijn wezen crossen. Wat ook heel goed ging. We gaan vanavond in ieder geval kijken of het nog steeds zo goed gaat. Daar zijn we op donderdagavond met Casie. Nou, Kasmir had van de dierenarts natuurlijk meegekregen dat hij eventjes 2 weken zonder zadel, maar wel mocht werken aan de lunge. Dus dat gaan we vandaag even doen. Ik ben heel benieuwd. Daan is even Kasmir aan het logeren. Nu moet de bak nog even gesleept worden. Nu gaan Daan en ik zo eerst even de paardenhooi voeren en dan gaan we, of ga ik in ieder geval... even de bak slepen. Zo, Sarah staat lekker op stal. Ze heeft lekker de dekentje op. Dus ik ga nu even hooien met Daan. En dan gaan we de bak slepen. Moet je direct breken? Nou, bedankt dat je mij hebt geholpen met hooien. Ja, ik ga lekker naar huis. Alsjeblieft, meid. En wat ga jij dan doen? Ik ga lekker slepen nog. Oh, jij gaat de bak mooi glad slepen. Ja. Als een biljart aanstampen. Ja, ga je dat zo? Ja. Door de hele bak? Oké. Ja. Ben je wel even bezig in de 25-60 bak. Dus ik wens je daar ook heel veel succes mee. Dankjewel. En dan zie ik jou morgenochtend weer, want dan gaan we uitmesten. Ja. Joepie, tot morgen. Oké, het enige wat er nog gedaan hoeft te worden is even de bak te slepen. En dat doen we met deze jongen. En deze jongen die komt achter die. Oké, hij staat eraan. Dus we gaan nu naar de binnenbak. Oké, we hebben nu de hoefslag naar binnen gelegd. En we gaan hem nu helemaal laten zakken, zodat we hem... helemaal glad kunnen trekken. Wat hij dan doet, laat ik even zien, is dat hij met deze pin in de grond ingaat, dus een beetje losmaakt. Met deze trekt hij hem glad, die staat op de grond en met die rolt hij hem aan, zeg maar. Dus daar drukt hij hem aan, krijg je een mooi patroontje in het zand.
Het zou misschien wel leuk zijn als je ook andere patroontjes kan doen. We gaan nu heel de slepen laten zakken. En dan gaan we heel de bak vlak trekken. En dan gaat hij er weer mooi uitzien. En dan kunnen morgen weer de paardjes weer lekker erin rond hobbelen. Bok en ik willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie volgende week weer. Doei!